ben Inge Sloot, 52 jaar uit Huissen en ik ben lijsttrekker voor GroenLinks. Wij staan hier in het mooie dijkmagazijn in Bemmel, omdat dit een hele mooi voorbeeld is van wat natuur betekent in Lingewaard. Je kunt hier alles zien wat er leeft in onze plaatselijke natuur, wat dus veel meer is dan je kunt bedenken. Maar naast dat het een museum is, is het ook een educatief centrum. Dus kinderen komen hier om onderwezen te worden, om al van jongst af aan te leren wat houdt de natuur hier nou in en om ze daar enthousiast voor te maken. En behalve dat is dit een prachtig uitgangspunt om mooie wandelingen te maken. Je hebt de Wart hier links en je hebt de Uiterwaarden hier aan de andere kant liggen. Dus ja, langs de rivieren, echt typisch Lingewaard. Nou ja, 55% is voor gemeenteraadsverkiezingen best wel hoog. Wij proberen eigenlijk altijd uit te stralen dat wij openstaan voor alle contacten met inwoners. Wij reageren ook op alle inwoners die naar ons brieven sturen. En we hebben één keer in de maand ook een open inloop waar inwoners met ons kunnen spreken. Dus wij proberen altijd ervoor te zorgen dat inwoners weten, hey, GroenLinks reageert en neemt mij serieus. En dat proberen wij uit te stralen. En daarmee hopen wij ook dat mensen echt gaan stemmen. Maar 45% stemt niet. Dat klopt. En dat is heel jammer. Teken dat het vertrouwen in de overheid op dit moment toch niet zo groot is. En dat is in deze periode, onder andere door de corona-epidemie, ook wel heel lastig. Want we zien dat de polarisatie enorm groot is geworden. Nou ja, wat heel belangrijk is, wij hebben bijvoorbeeld voor elkaar gekregen, samen met collega D66, dat inwoners direct iets op de agenda van de raad kunnen zetten als ze 50 handtekeningen hebben. En daar is ook recentelijk deze week een succes mee geboekt, want de inwonersgroep Angeren Aantrekkelijk heeft daarmee hun eigen voorstel door de raad heen gekregen. Dus Angeren wordt vergroend. En dat is natuurlijk een fantastisch succes, dat inwoners zo serieus genomen worden dat ze ook daadwerkelijk plannen gewoon gedaan kunnen krijgen. Dus dat vind ik heel belangrijk om te noemen. Dan is er ook nog het afgelopen jaar uit GroenLinks Boomrijk Lingewaard ontstaan. En Boomrijk Lingewaard zorgt eigenlijk voor dat er aandacht is voor bomen. En dat er bomen niet vlug gekapt kunnen worden. Maar ook dat we nu een bomenhub, dat hebben zij ontworpen. En dat betekent dat er jonge aanplant daar neergeplant kunnen worden. Dat is hierachter bij de veldschuur zelfs. En daar kunnen dan, als die wat volgroeid zijn, kunnen mensen die we adopteren. En die kunnen dan die bomen weer gebruiken. Dus zo blijven er steeds meer bomen behouden in de natuur. Nou, wij willen heel graag meer doen aan de klimaatadaptatie en heel graag dat mensen de energietransitie serieus nemen. Want ja, de wereld is aan het veranderen, het klimaat is aan het veranderen en daar zijn wij continu op aan het hameren. We zijn continu aan het hameren op meer fietsen, minder auto's, let op de uitstoot, let op energiebesparingen. Wij proberen ervoor te zorgen dat er meer regentonnen komen, dat regenpijpen afgekoppeld worden van huizen. Maar ook op sociaal domein, dat er veel meer aandacht voor preventie komt. Want ja, zorgkosten, maar ook vooral zorgen die je hebt, kunnen soms voorkomen worden door meer aandacht van tevoren te besteden. Zo hebben wij een motie gehad over schuldhulpverlening, om die menselijker te maken, om meer te kijken, niet alleen naar het geld, maar naar het sociale het totale plaatje. Mm-hmm. En op die manier wordt er nu ook gekeken naar de mensen. En wij vinden het heel belangrijk dat die menselijke maat, dat die voorop blijft staan. Nou ja, wij zitten altijd te hameren op bijvoorbeeld fietspaden en bomen. En het lukt helaas niet om onze collega's altijd zo ver te krijgen. Ik bedoel, neem bijvoorbeeld de Karstraat. Ja, wij willen niet dat die voor miljoenen euro's aangepakt wordt. Terwijl je ook gewoon mooie fietspaden eromheen kunt leggen. En dat hebben we tot nu toe nog niet helemaal voor elkaar gekregen. We hebben wel voor elkaar gekregen dat er even mee gewacht wordt en dat er goed naar gekeken wordt. Maar ons alternatieve plan, dat ligt nog te wachten op goedkeuring. De bestuurscultuur in Lingewaard. Ik vind dat de wethouders wel openstaan voor contact. Ze zijn bereikbaar. Ik vind wel dat de openheid nog meer mag. Ik vind dat wij transparanter moeten zijn. GroenLinks zegt altijd, want wij willen zo min mogelijk geheime stukken. Want wij vinden dat we doen iets voor de inwoners en dat moet niet geheim zijn. Dus alleen als het gaat over financiële belangen die negatief kunnen werken, snappen wij dat het geheim moet blijven. Maar verder zijn we echt tegen geheimheid of
Ja, wij zijn voor transparantie, kan ik beter zeggen. Want ja, dat is gewoon echt niet oké. Bestuur hoort open te zijn. Inwoners horen te weten waar gaat het geld naartoe. En die horen er ook op te kunnen reageren. En dat kan pas als ze weten wat er gebeurt. Dus die openheid, daar strijden wij voor. En die is ook verbeterd, moet ik zeggen. Maar dat kan nog meer wat ons betreft. Wat GroenLinks betreft hebben wij 4 jaar geleden al gezegd, wij willen een raadsakkoord. Wij waren de eerste die dat opperden. Het mag wat ons betreft ook een tussenvorm zijn, een akkoord op hoofdlijnen. Want wij weten dat de meeste raadsleden en partijen wat conservatiever zijn dan wat dat wij zijn. Dus misschien is een raadsakkoord nog wat te ver. Maar we vinden wel dat als je op hoofdlijnen een akkoord hebt, dat iedere politieke partij daarna nog goed kan reageren op ieder voorstel en ook zijn eigen kleur kan laten zien. En het zou veel belangrijker zijn dat alle mensen vertegenwoordigd zijn in alle soorten voorstellen. Mm-hmm. Als je alleen maar naar de coalitie gaat kijken, stel dat die 55% vertegenwoordigt, dan krijgt dus 45% van de kiezers nooit iets waar die iets aan heeft. Dus wat wij echt zouden willen, is dat altijd de belangen van ook die 45% in alle voorstellen wordt meegenomen. Want ja, de pijnpunten die het bij een ander op kan leveren, die moeten gewoon niet erdoor komen. Die moeten er gewoon uit. Een voorstel moet eigenlijk voor iedereen wat te bieden hebben. Dus daarom vinden wij dat democratie ook meer is dan 50 plus 1. Wij willen vooral samen blijven werken met anderen en ook laten zien dat we altijd op een optimistische, positieve manier willen bijdragen. Daarnaast natuurlijk wel kritisch op de inhoud. Want ja, als iets echt niet oké is, vinden wij het niet oké of vinden we dat het beter kan. Mm-hmm. Maar wij willen wel echt concreet samenwerken en continu blijven voeden op de punten die beter kunnen. En daarvoor ook bereikbaar en openstaan. En wij proberen alle lijntjes die wij kunnen krijgen, zowel inwoners die heel veel talenten hebben, die proberen we gewoon te betrekken. Maar die betrekken ook ons. Die zeggen van, hey, hallo, GroenLinks, ik heb kennis. Gebruik mij, ik wil jullie informeren. Wij organiseren informatieavonden over thema's zoals bijvoorbeeld wonen, zoals klimaat. Wij organiseren filmavonden, wandeltochten, fietstochten. Allemaal dingen om maar mensen te verzamelen en ook kennis te verzamelen. En die willen we heel graag ook inzetten. Dus wij vinden echt dat je het met z'n allen samen moet doen. Ja, natuurlijk is er ook een kwestie van zorg. Hè. Wij vinden echt dat er passende zorg moet zijn voor iedereen. En wonen heeft u al genoemd natuurlijk. Wij vinden ook dat er steeds meer aandacht voor preventie moet komen op het sociaal domein. Maar we vinden ook inwonersinitiatieven, het serieus nemen en het goed luisteren naar je inwoners. En die ook betrekken bij beslissingen. En niet alleen inspraak laten hebben, maar ook daadwerkelijk in te zetten. Dus bijvoorbeeld door burgerforums vinden wij een heel belangrijk item om daarmee aan de slag te gaan. En dat doen we ook al. Ja, als we over 4 jaar hier weer staan, of in ieder geval Omroep Lingewaard en u als lijsttrekker, wat wilt u dan gerealiseerd hebben? Ja. Dan hoop ik dat er veel meer woonvormen zijn. Dus ook kleinschalig wonen, wonen in hofjes, tiny houses, natuurinclusief bouwen, modulair wonen, maar in ieder geval dat het normaler is om niet de standaard te bouwen, maar om klein te bouwen en om goed te kijken naar wat er nodig is. Dat er ook bij alle projecten gewoon CO2-neutraal gedacht wordt. En dat er ook gewoon goed gekeken wordt naar wat kunnen we doen om iedereen bij de energietransitie te betrekken. Dat er per wijk gewoon een plan gemaakt wordt samen met de inwoners. Want die weten precies wel wat er wel en niet kan. En we vinden ook juist dat de mensen met de smalle beurs daarvan mee moeten kunnen profiteren.